Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja, ja. Het is vandaag woensdag 31 juli. Ja, ook dat nog. Want het staat gewoon 31 van de 7e 2024. Dus dat is 31 juli. Zo simpel, ja. Kind kan de was doen. En we leven om de tijd van 13:41 en het is zonnig, het is daar 22 graden, daar is 23 graden. Wat de telefoon zegt, weet ik niet. Daar staat ook in ieder geval wel 23 graden, maar hij loopt nog. En ik zie een luchtballonnetje. Dat betekent dat er ook wind staat. En het voelt als 23. Nou, hij doet het weer eens niet. Wat voor een dikje. Nu wel? Ja. 23 graden en het voelt als 23 graden. Dus ja. We zullen beleven, hè? Ja, en ik moet thuis blijven. Ja, ik ga de meisjes wel uitlaten, want ik heb de tijd afgesproken, dus ik heb het nog leven. Maar er komt weer iemand voor het huis om die luchtkokers te vervangen en het apparaat te vervangen. Hij geeft meer herrie, maar ik gebruik dat hele apparaat niet. Nee, dat is een ventilatiekokers, weet ik veel. In de keuken heb ik er, daar geloof ik, 2 zitten, aan die kant 1. En in de douche heb ik er ook 2 zitten. Ik gebruik ze nooit, want ik ventileer met mijn ramen, dus dat heb ik niet nodig. Nee. Ten tweede, het geeft ontiegelijk veel herrie. Ten derde, het is hoofdpijnwekkend. Ik weet dat ze in de gevangenis ook van die kringen hebben. Dat er een heleboel mensen zijn die daar hoofdpijn van krijgen. Ja, is gewoon niet leuk. Nee, dat moeten ze een beetje veranderen, vind ik. Ja. Een gedetineerde, ze zitten toch achter tralies, maar ze kunnen wel luchten met ramen open doen. De ramen kunnen toch open, want er zit wel gewoon een raam in. Als ze daar nou gewoon zo'n klep maken, ik heb hier ook van die kleppen, die bovenraampjes. Nou, kunnen ze toch ook luchten? Ja, ik weet niet, maar ik dacht van wel. En de tralies, ja, dat is aan de buitenkant, zit niet aan de binnenkant. Dat dus. Dus ik weet niet. Maar in ieder geval, ik zie dat er eentje gebeld heeft en ik zou niet weten wie. Nee, bellen ze me terug. Ik weet niet wie. Om 9:51. Ja, dacht ik niet. Daar beginnen we niet aan. Dan slaap ik nog. Ik doe de wandel-app aan. En dan gaan we weer lopen met die banaan. Hé, dames van het goede leven. Gaan we lopen? Rijka, gaan we lopen? Elwin, gaan we lopen? Ja, hé. Ja, zeg maar ja. Gaan we doen. Nou, dat gaan we zeer zeker doen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van deze prachtige mooie dag. Want dit hebben we weer in de pocket. Het is wel wat bewolkt, maar... Het zonnetje is er ook en het is lekker warm. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Doei! Nou, en die dames die gingen me net 80 keer, dat willen jullie niet geloven. Ja, stond er een of andere meneer voor de deur. Ja, en die is nou hier bezig en dan vindt het niet erg om erop te komen. Dus... Hallo! Hoe heet jij? Junior. Junior. Ik werk voor de ventilatie. In ja. De ventilatie. Ik kom de ventilatiebox vervangen. Toppie. En de rozen schoonmaken. Toppie. Ik kom er ook bij. En de boel weer netjes achterlaten. Ja, zeker weten. Dat want ik kan dat dan, ja, ik kan het wel, maar het gaat heel moeizaam en ja. Met heel veel pijn. Ja, dat snap ik. En dan help ik je erbij.
Ja. Ja, daar zitten er ook twee, hè? Ja. Ja. En aan die kant, dat weet ik niet. Nee, die kant niet. Er zitten twee daar, eentje voor de afzuiging. Ja. Afzuigkap, maar dat heb je niet. Ik heb geen afzuigkap, wel plek, maar we hebben er toen destijds er al een hand op erin gestopt, want dat gaf me toch allemaal uit, dat geklepper. Ja, ja, ja. Hij moet mijn geld hebben ervoor, hè? Inderdaad, zo is het. En zo kind ook, doet gewoon het raam open, weet je. En dat is ook hij, ventileren. En op nul, of, je hoort hem dan heel zachtjes ruiken, dus je ventileert altijd wel. Ja, zeker weten. Neem maar ramen open, is altijd nog goed erbij. Dus ja, nou dat gaat hij doen, en maakt dat lawaai. Ja, dat gaat wel lawaai maken, maar straks. Nu ga ik eerst naar boven, die box vervangen, de lijn is schoonmaken. Ah, oké. We gaan er gewoon met je mee. Hoe vind je dat? Alright. Deurtje open. Jo. En jullie zijn lief? Jullie blijven daar. Ik ben net wat langzamer met lopen. Ja. Maar ik kom er wel. Moet u dus gaan? Wacht, ja. Ja, dat kan. Dacht je dat ik wou net zeggen, nog verder naar de achter. Ja. Ja. Anders leg je zo en er hangt een touwtje. Ja. Daaraan trek jij je licht. Zie je wel? Ja. Licht in de duisternis. Kijken. Zo. Zo. Oh ja, je moet die doos nog hebben. Ja. Nou, dan gaan we de zolder eens een keer op met de camera. Hebben we nog niet eerder gedaan. Kijk. Ja. Maar je moet hem nog vasthouden, ook dat nog. Ja. Nou ja, nee. Wel goed vasthouden hoor. Hè? Wel goed vasthouden. Ja. Dat doen we ook wel. Dat doe ik altijd wel. Oh, dan kan ik dus niet verder. Ja. Oh, dan pakken we deze doos hier. Zet hem hier. Zo. Ja, nou moet ik even zien hoe we dat doen. Hoppa. 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 Ja. En heb ik een touwtje in mijn haren. Ook dat nog. Ook dat nog. Nee. Maar we zijn boven. Hop. Oh, ga weg. En dat moet naar beneden. Oh, nou Willy, we hebben morgen heel wat te doen, meid. We doen als eerste de maskers op. Een masker. Ja, dat is voor de fijnstof. Oh, ja. Behoor ik er dan ook op te hebben. Ja, zeker weten. Hek niet. Nee. Nee. Vooral bij het schoonmaken. En dat moet nog weg. Wat wordt vervangen? Dit wordt vervangen. Dat is een oude box. Dit is een leiding die loopt naar de badkamer en naar de keuken. Ja. Dat is één leiding eigenlijk. En ook naar de wc of zo. Wc heb ik geloof ik niet. Nee, omdat daar een raam. Ja. Zeker. Ja. Maar waarom hadden wij dat in het vorige huis niet? Je bedoelt ventilatie? Ja. Ja, sommige huizen hebben het, sommige niet. Vreemd, hè? Heel vreemd. Maar ja, nu met de nieuwbouw en alles moet er ventilatie zijn. Dus vroeger was dat niet verplicht. Maar... Want dat was in de Florastraat. Tuindorp. Ja. Daar hadden we het niet. Klopt. In principe bij het bouwen van het huis moeten ze die gaten boven huis, maar dat doen ze niet altijd. Of bij sommige wijken niet. Dus, maar hier gaat het om. Mooi, nou hier. Moet ik vervangen. Ga je gang. Ja.
koffer met gereedschap. En dan gaat een hoop herrie maken. Ja. En hier zit de nieuwe erin, of een trust. Ja. Een trust gewoon. Een computer. Computer. Oh nee, 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 dat is mijn doos. Dat is mijn doos. Dat is jouw doos. Dit is een nieuwe doos. Ai, ai, ai. Nieuwe ventilatie. Mooi dingetje. Wat beter ook. Wat zuiniger. Ja. Ja, maar ook meer herrie. Nee, nee, dat niet. Dat werd gezegd. Nou, bij standje 3 zuigt hij iets meer, dus dan maakt hij wel herrie. Ja. Maar hij blijft niet de hele dag op standje 3. Nee, maar ik heb hem nooit aan. Nooit aan. Ja, daarom, dan waarom maakt hij helemaal geen herrie. Dat is mij te warm. Wat is dat, Leibel? Weet je? Nee, ik zie zwarte plekjes op de muur. Oh. Lijkt wel van een muis op eten. Ja, dat bedoel ik. En hoe komt een muis hier als ik een kat heb? Ja, de kat komt misschien niet. Niet op zolder, nee. Inderdaad. En ik hoor ze ook niet lopen. En aan de doos wordt niet gevreten, dus hoe dan? Goede vraag. Dan is hij goed dat we hier kwamen te wonen, toen stikte het hier van de keutels overal, ook op de vloer. Zeker. Misschien zijn ze goed verstopt. Ik weet het niet, je hoort ze niet. Kijken. Heel vreemd, heel vreemd. Ja. Maar jij kan er verder bij zo? Ja, zeker. Dan ga ik weer naar beneden, want anders dan... Is goed. Ik kan niet lang blijven staan. Nee, dat snap ik. En kijk je maar uit? Ik kijk uit, ik doe hem ook eerst uit. Ja, moet ik helpen anders? Ik doe mijn vrienden uit. Dus. Ja. Nou, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet straks verder van hem beneden. Ja. Komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon volgende moed. En top. Hoppa, doei, tot straks. Nou, junior, die trap loopt het trappetje weer. Ja, en die gaat een heleboel herrie nou maken. Ja, dat is even gedaan. 1, 2. Nee, nee, ik dacht niet. Nee. Jullie hebben een poort is dicht, dus het kan. Ja, want de deur blijft niet open, hè? Wat kan de officier hier? Nee, Kandalf is hier. Kan niet. Moet eerst Kandalf naar boven. En die ligt daar in de stoel. Hé, Kandalfie? Ja, hé. Ja, hé, schat. Oh, een doorrager. Een drager. Ja. Deze hebben we begonnen. En dan gaan we weer zuigen. Ja, dat moet ook weer gedaan worden. Ja. Even staat er lekker niks van. Misschien willen de mensen zien hoe vies de kanaal is.
Nou, dat mag je zelf wel doen dan. Hier links. Dat is nog nooit gewoon gemaakt. Nee, dit is voor het eerst dat er iemand ervoor komt. Ja. Nog nooit schoongemaakt, ook niet. Ja. Dus ja, wat weten wij ervan? En mijn man die is naar de hemel. Ja. Die is in 2017 overleden, dus ja. En voor hem woonde weer. Ja. Maar ja, dan ga ik ook weer wat iets achteruit. Ja, we worden iets ouder, hè? Ja, je wordt ouder, hè? Ja, de tijd, ja, zeker. Mijn man die was nog maar 53 dat hij heen ging en die had een spierziekte. Maar daar is hij niet aan overleden. Nee, hij had niet aan de spierziekte. Is hij er nog volgende? En jullie gaan door. Ja, leven gaat door. Ga van de kant. Ga van de kant. Rijka, kom binnen. Ja, kom. Nieuwsgierig Agie. Mijn nieuwsgierig Agie. Ja, ik dit nergens. Dus ja. Nee, het is voor het eerst nog nooit iemand ervoor geweest. Heel raar. Ja, want ik vind dat fijn, want zoals voor de stoellift komt er elk jaar komt er een monteur om die stoellift na te kijken. Ja. Ook van de woning, zeg je? Nee, een andere firma. Maar toch, ondanks dat het een andere firma is, als er iets is, dan moet dat schoongemaakt worden. Dat kunnen wij niet doen, dat is de woningstichting zo werkt. Ik weet het alleen maar met een abonnee onderhoud. Ja, nou, nee, net als de vloer. Hoe moet ik dat doen? Wat verwacht dat ik dat zelf doe? Ja, hoe? Dat is helaas wel zo. Is toch het absurd voor woorden? Die buitenlanders die krijgen het wel voor elkaar. En wij maar werken. Juist. Ja. Ja, dat snap ik wel hoor. Maar hebt u zelf een vloer gelegd? Met mijn man nog. Ja. Maar er zitten gaten in waar jij je koffer hier hebt. Ja. Er zit een gat in beton en dat... Wij hierin kwamen te wonen, was het al niet goed en toen wouden we het al eigenlijk geëgaliseerd worden. Maar we hadden toen destijds nog een contactpersoon van de WMO bij de gemeente zitten. En die heeft het toen maar bevroren. Bevroren? Maar dat is heel lang terug hoor. Ja. En u hebt dan wel nog de woningstichting gesproken ervoor? Ja, hij heeft foto's gemaakt. Voor de rest moet ik nog horen. Ik zal nog een keer bellen. Ja, gaat ook wel gebeuren. Bellen, en dan laat ik iemand anders erachteraan bellen. Ik heb nou zelf gebeld, maar dan laat ik er iemand anders achteraan bellen. En anders dan gaat het op de sociale media. Ja, dat snap ik. Het is er al op, want ze weten het al. Ja, hè, ja maar... over dat gaat snap ik wel, maar de vloer is wel voor onszelf als bewoner. Ja. Dat weet ik, een nieuwe vloer, maar niet de grond egaliseren. Ja, en ik vroeg eerst van, ja, wat doen we eraan? Maar ik zit ook met mijn meubels. Maar, dat is het ook. Ja, en ik vind, ik betaal iedere maand keurig netjes mijn huur. Ik ben geen wanbetaler of wat dan ook. Dan vind ik het niet meer dan billig dat de woningstichting ook eens een keer aan ons Nederlanders denkt. En dat is een container pakken en even neerzetten, weet ik veel, hier in de straat of hoe, als het kan, op het terras. Dat mijn meubels er et cetera in kan. Ja, nee, dat snap ik wel. Ik snap uw punt wel. Maar aan de andere kant ook, ja, dat zouden ze dan met iedereen moeten doen. Dat wordt dan wel... Tegemoet komen, ja. Dat zullen ze inderdaad eens een keertje moeten, want het is nu. En daar bedoel ik niet jou mee, maar de buitenlanders, de gelukzoekers.
Die gaat voor en die krijgen we door alles voor elkaar, een groot huis en alles. En dan gemeubileerd en wel, hè? Oh. Ja. Oh, dat bedoel ik dus. Dat is wat ik zelf ook wil. Ja, wie niet? Maar dat is toch absurd? Die krijgen alles en wij krijgen niks. Wij kunnen het handje ophouden, bij wijze van spreken. En dan krijg je nog niks. Betalen. Juist. En we betalen, ik weet niet hoeveel belasting. Belasting over belasting en weer over belasting. Weer over belasting, ja. Zeker weten. Maar ja, dat is het juist. Met ervaring zijn er genoeg. Maar wat ze vragen, dus, dat zijn mensen met... Kijk, ik kan het nou niet meer vanwege mijn evenwicht en dat ik van alles en nog wat markeer. Maar vroeger stond ik gewoon op de eettafel en eventjes met de boormachine een gat boren en een keilbout erin en een lamp ophangen, hè. Elektriciteit en al. Daar draaide ik mijn handen niet voor. Ja, zeker weten. Dat snap ik. Ja. Nee, maar het is nu allemaal eisen, normen en waarden. Ja. Dus. Ja, en dan had Junior het over een knop. En dat gaat om die knop. Die wordt vervangen. Ja, dan ga ik nu vragen. En dus. Even kijken. Voilà. En jullie blijven binnen. En ik doe de deur wel even dicht. Of ik dat druk wel dicht. Het wordt benauwd buiten, denk ik. Ja, het is een beetje... Ja. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Hé? Wat is dat nou? Dan hoop ik dat ik zo meteen nog boodschapjes kan doen. Ja. Jullie hebben niks meer, hè. Wat een dikkie, hè? Ja! Jullie moeten toch ook nog wat lekkers hebben, toch? Of niet dan? Ja! Moet je wat lekkers hebben zo meteen? Gaat vrouwtje eerst halen, hè? Ja? Gaat vrouwtje eerst halen bij de zomer? Ja? Hé? Mijn meisjes. Dat was een vlieg. Ja, dat was een vlieg. Hé, Elwing? Zegt me ja. Nou ja, nieuwe knop erop. En dan laat ik dat jullie straks zien. Ik sluit nu eventjes af. Dus tot zometeen. Zo, lieve vrienden. Nou ja, hij is dus al weg. En ik ga ook even weg. Boodschappen doen. Want de meisjes heb ik helemaal niks meer. Ze kunnen geen cookie niks meer krijgen. Dus dat gaan we wel even halen, hè. Ja. Arme beestjes moeten ook wat lekker zijn, kind. Ja! Of niet dan? Jij ook wat lekkers hebben, toch? Ja, en dat hebben we niet meer in huis. Nee, gaan we het halen. Ja. Dus dat dus. En was nog maar een jong knaapje. Ja, hij is... dacht ik wat ik zei, 27. Dus nog een jong ventje. Maar ja, het is in ieder geval weer gefixt en gedaan, dus daar ben ik blij mee en ja, komt helemaal goed. En dus, enkel ja, ik zal een gedeelte eruit knippen, denk ik, want ja. Er zijn ook dingen gezegd wat eigenlijk voor jullie oren en niet nodig is. Nee, maar dat zien we wel, dat ga ik wel even bekijken hoe en wat. Ja, wat jullie wel mogen weten, wat jullie niet mogen weten. Trouwens, iedereen weet het dus. Ik heb geen geheimen, nee. Ik heb totaal geen geheimen. En dus. En dat probeer ik toch wel te laten tonen. Ja. Maar in ieder geval, ik ga nou wel eerst boodschapjes doen. Ik heb toch gekeken of de tas nog in het mandje ligt. En die ligt nog in het mandje. Die is niet in de la. Nee, jij blijft daar, want het vrouwtje gaat weg. Ik doe wel mijn vest aan, want ik zit natuurlijk stil op die booster. Mouwen omhoog. En in de winkel is het meestal koeler vanwege al die koelapparaten die er staan. Dus ja. We gaan er vandoor, lieve vrienden, en ik laat jullie lekker gewoon nog eens een keertje thuis. Ja, ik heb die sowieso mee, dus zie ik alsnog wat, dan komt dat wel goed. En we gaan gewoon met die bananen. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later, doei doei. Ja, ik was even bij de DA geweest. Ik moet nog naar de Vomar. Maar ik kom er zo aangereden. Ik denk, nou, wordt steeds gekker en gekker vanaf V&D die hekken helemaal daar naartoe. Nog even, hè? Dan kan je er helemaal niet meer langs.
Maar ze zijn hier al aan het straten. Vanuit dat zijstraatje vandaan, geloof ik, kan er niet bij komen. Maar dat komt straks wel. Dan doe ik het van de andere kant rijker even naartoe. En dan film ik wel weer. Maar ze zijn dus aan het straten. Ja, ja. Ben benieuwd wat ze doen. Ja. Gewoon weer dichtmaken, die handel. Zo simpel is dat. Ja. Maar oké, okay, we gaan die kant op. En dan gaan we hier door de spoorstraat deze kant weer op. Om dat even te zien en daarna naar de Womer. Dat doen we. Dus we zeggen tot straks maar weer. Ja, nou zoals jullie zien hebben ze het hier al helemaal netjes gerepareerd en gedaan. En er komt een auto achteruit hier naartoe. Maar ja, laat maar gaan. Ja, nou daar stonden we er net. Dus ja, dat dus. Het ziet er netjes uit. Maar of het nou ook zo blijft, dat is vraag 2, hè? Ja, dat is meestal de vraag 2. Maar we zullen het beleven. Echt wel. Ja, we hopen, ik weet ook bij hoog en belaag niet wanneer dat ooit klaar zal komen. Dat is een 10, 20 jaar plan, ben ik bang. Ja, het staat nou weer stil. Vakantie. Dus ja, dat dus. Maar we gaan weer terug en dan gaan we boodschapjes doen. Dus tot later maar weer. Nou, ik denk dat jullie het wel zien. Ik zie het nou net als ik thuis kom. Is baar, hè, kind? Ja. Allemaal troep. Ik hoop niet dat het door het eten heen zit. Maar dat is allemaal troep van daarboven. Nou, dat weten jullie het wel, hè. Dikke vette puinhoop. Baar is baar. Maar ja, dat ruim ik straks even op. Met toch een blikkie. Ik heb boodschappen gedaan. Zakken knabbeltjes erbij. En koekjes erbij, dan gaat de koelkast in. Eitjes. Erbij, want ik had niet meer. Ga eens even fietsen. Visje erbij, gaat ook de koelkast in. Cookies. Voor de meiden. Haarlijk voor mij. Wasmiddel. Wijn voor mij. Nog meer cookies voor de meisjes. Cookies voor de meisjes. Tante snoepjes voor mij. En dat is ook voor de meisjes. Ja, ik heb het voor Kandalf nog niet gehaald, want dat was op. Dus ja, maar dan dus, ja, mijn stem, ja, die is een beetje aan het raar, ik weet het ook niet. Maar ja, ik had ruzie. Ja, ik had ruzie, bonje, lekker. En dat bij de snackcounter op het terras. Er wordt mij gevraagd of ik gevaccineerd was. Ja, ben niet gevaccineerd. Dus ja, wat kan je daarvan zeggen als ik niet gevaccineerd ben? Dus ik zei, nou, ik ben gelukkig niet gevaccineerd, wat dan? Nou, ze werden toch heller. En ze begonnen toch te schelden en te doen en te tieren en weet ik van wat dan meer. Dat ze hebben betaald, is ze weggegaan. Toen heb ik verkeerd gezegd. Gewoon dat ik niet gevaccineerd ben. Ik zei, nou ja, ik laat me niet voor de griep vaccineren. Ik zei, waarom dan wel voor een andere virus? Ik zei, het is maar een virus. Ik zeg, let wel, ik zeg, de corona die bestond al in de 13e à 14e eeuw. Ik zeg, waarvoor moet ik me dan laten vaccineren? Ik zeg, als die ouder is dan dat ik ben. Ja, ik weet niet. Ik laat me voor niks van vaccineren, nee. Waarom zal ik me laten vaccineren als ik dat zelf niet nodig acht? Dan kun je wel zeggen, ja, maar je dokter zal zeggen dat je moet. Ja, maar die heeft niks te zeggen dat ik moet. Ik moet van mezelf dat niet doen. Dus ik moet niks. Het enige wat ik moet is eten, drinken, naar de wc, het een en het ander doen. En slapen. En leuke dingen doen.
meisjes verzorgen, mezelf verzorgen. Ja, vul maar in. Ja, ik weet het niet, dus hoezo moet ik mij laten vaccineren van de dokter? De dokter heeft over mij niks te zeggen, het is mijn lijf, niet dat van hem. Wat hij met zijn lijf doet, moet hij weten. En ook, dat geldt ook voor alle andere artsen. Maar neem me niet kwalijk als ik dan zeg van ik vertrouw jou niet meer. En ik vertrouw de hele wereld zowat niet meer dan enkel degene die weten hoe het werkelijk in elkaar zit. Die vertrouw ik. Maar wat ik, degene die de boel lopen te bevuilen in de lucht en over de straat heen. En dat zootje daar in Den Haag, noem maar op, al dat soort mensen, die hoge elite die ons kapot willen hebben. Moet ik die vertrouwen? Nou, nee hè. Nee dus. Hij kan ook netjes gezegd. Zo moet ik die vertrouwen die de hele wereld kapot maakt. Ik zeg, houdt u zoveel van Rutte of zo? Ja, een goede man, zo'n man. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik denk oké. Nou, laat maar. Trek me de bek niet open. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga de boodschapjes opruimen. En ik ga de meisjes uitlaten. Ik ga een hapje eten en een vlog in elkaar zetten. En televisie kijken. Ja, voor de rest zou ik het niet weten wat ik ga doen. Want ik heb het voelt niet meer na deze idioterie. Ja. Maar in ieder geval, ik weet niet hoe het er bovenal eruit ziet, want het is daar al. Hij heeft al gezogen met die stofzuiger, maar dan denk je ook hier, hè? De kast. Ja, op de kast. Allemaal dingetjes en datjes, dat lag er vanochtend er niet op. Ja, dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ja, wat doe ik eraan? Even straks de stof een blik te langs en klaar. Dan kan Willy morgen de rest doen van Willy. Alleen nog een kattenbak boven. Voor de rest lijst boven even wat boven is. Beneden. De grote schoonmaak. In de keuken. Boven op de kasten allemaal. Want het vliegt overal heen. Behalve de goede kant op. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden. Geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om eventjes een blokje om te gaan met de meisjes. Ja, 1 uur zegt die. Hij is achter. 7 minuten. Ja, 7 minuten achter. Dus ik moet hem morgen weer even gelijk zetten. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Dus welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons gewoon allemaal de wacht. En ik zeg gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. Ook namens de meisjes. Ja, zeker. Zij lusten ook ijsjes. Ja, echt wel. En vooral Rijka. Dat heb ik al wel eens geprobeerd. Maar in ieder geval, even een geintje tussendoor. Moet ook kunnen. Ik zou zeggen, graag tot morgen. Doei doei.